MTV Sportief is op bezoek bij MTV Stokeind, die deze week een jeugdweek hebben. En we staan bij Karin Gretelaars, jeugdvoorzitter van MTV Stokeind. Karin, een jeugdweek voor de jeugd van de tennisvereniging. Maar nou zitten we hier in the middle of nowhere, ergens in Udenhout. Ja, dat klopt. Want met de jeugdtennisweek hebben we elke ochtend tennisactiviteiten. En 's middags iets anders sportief op het programma staan. Dit jaar hebben wij iets unieks voor onze vereniging gedaan. En dat is de Survival Run. Deze week 40 deelnemers ongeveer, in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar. Zeker Karin, het weer is goed geweest. De komende dagen schijnt ook nog goed weer te worden. Dus voor jullie een geslaagde week. Ja, absoluut. De jeugdtennisweek is een heel succes op deze manier. Vandaag is het de laatste dag van de tennisweek. En alle kinderen die presenteren zich vandaag als een land. Waar hebben ze zelf voor gekozen? Bij de Davis Cup spelen ze wedstrijden van 3 kwartier. En het is het eerste kwartier een gemengd dubbel, daarna damesdubbel en daarna herendubbel. Alle games worden bij elkaar opgeteld, dus echt als een team wordt er gespeeld. Aan het eind van de dag, dan gaan we alles bij elkaar optellen en zal er een prijsuitreiking zijn. Dat gaat niet alleen maar over de Davis Cup, maar ook wat we de rest van de week hebben gedaan en gepresteerd op tennisgebied. Wij als jeugdcommissie van MTV Stokeind hebben een hele leuke week gehad met veel enthousiaste kinderen en tennisspel te hebben gezien. Volgens mij hebben de kinderen het ook goed naar hun zin gehad en ik neem aan dat bijna iedereen wel vanavond vroeg in bed ligt. Ik ga het in ieder geval wel doen.